We zijn aan het koken en ik heb wat voorbereidingen gedaan, maar ik is het verder aan het afmaken en de hondjes krijgen nu alvast wat te eten. En de een ligt vol, heel geduldig daar te wachten. En Lily zit me hier al aan te kijken, zo van nou, schiet maar op met die worst. Dus Lily krijgt dan een schijfje van deze worst en de rest is voor Bo. Want Lily krijgt ook nog droogvoer erbij. Dat is beter voor haar ja, voor haar dieet. En ja, dus dat ga ik nou eventjes snijden. Boosbordje. Lily's, ja, vandaag krijgt ze niet zoveel, want ze heeft al veel gesnoept gedurende de dag. En de kindjes hadden cake laten vallen, dus ja. Lily weet niet wat ze moet nou. Ik heb ook nog gras gemaakt vandaag. Hier naast de bus even een beetje. Dat je weer eromheen kunt lopen. Dus dan hebben we een beetje al het gras hier met die grasaren weg. En omdat we commentaren kregen al over dat we niet alleen maar cake moesten eten. We eten ook gezond. Gevulde paprika's met couscous. En groentjes en kaas. En wat er over is van het couscousmengsel eten we er zo bij. Lekker. We zijn weer aan het koken. Aardappeltjes staan op om te koken. Die gaan we daarna braden. Hier staat de pan al klaar, die zet ik daarna op het vuur. En omdat jullie altijd denken dat ik de enige ben die kookt, kijk, dat is Lily. Rijke is ook bezig met voorbereidingen. Oeh, lekker. Ja, en dan staat het eten op tafel. Dat was Marijke. Dus we gaan ervan genieten. Check the battery. Just want to make sure that the relay is working as supposed. And that it's keeping the starter battery topped up too. But it's 13.1, so that's fine. Check it a few weeks again. But then I saw this. Something, I don't know if it's putting his winter stash under my hood or if it's made a nest or whatever it is, I don't know. But I'm gonna leave the hood open because I don't want animals to get under the hood and maybe start chewing cables because they're in the way or whatever. And omdat we langer staan, heb ik de ruitenwissers weer van het raam afgehaald. De kurkjes. Want ja, we staan hier langer en in de zon. Dus zodat die ook niet gelijk naar de piep zijn als we ooit weer een keer verder moeten rijden. We zijn weer aan het koken. Gevulde tomaten gaan we vandaag krijgen. Ik ben de rijst aan het koken. Gevulde tomaten. Een boek. En het recept. Dus ja, de tomaatjes. Ik ben erg benieuwd. Ja, en soms als je een koker bent, dan moet je gewoon het hele kruidenafdeling eruit halen om dingen te vinden. Dus die staan normaal daar aan de kast. Ja, er staat nog meer. Maar wat ik zocht, zat hierin. Mengsel. Uitje. Teentje knoflook. Verbruizelde feta, peterselie, mint. Ja, lekker. Ja, ik ben even met Bo aan het wandelen. En, ik denk eens even kijken hoe ons kamp er van boven uitziet. Gezellig, hè?